Oké, ik heb gereageerd op jouw mail inderdaad, Mike, met gewoon wat ideetjes hoe we met name de openbare ruimte in K-Midden wat kunnen opleuken. Want het is toch wel, ik heb daar eerder ook een mail over gestuurd aan Jacob Wedemeyer, dat ik er toch wel wat zorgen over heb hoe met name de openbare ruimte ingericht is op dit moment. En dat is natuurlijk wel tal van redenen. Hè. We hebben natuurlijk de A9 werkzaamheden gehad, waardoor we ja, best wel lang in de rommel hebben gezeten. Tegelijkertijd heeft de gemeente natuurlijk dan ook, of in dit geval Rijkswaterstaat, ook de nodige ruimte nodig om die bouwwerkzaamheden te kunnen doen. Dus daarom heb je ook her en der wat opslag van zaken. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk wat garages zijn er gesloopt. Zijn die in sommige gevallen is daar puur gras voor teruggekomen. Maar tegelijkertijd zijn er recentelijk bij Sweetie bijvoorbeeld is daar een fietspad aangelegd. Maar was mijn verbazing daar eigenlijk ook vrij groot dat, ja, ik had gehoopt dat ze dan tegelijkertijd de kans zouden aangrijpen om het daar iets wat gezelliger in te richten. En ik kwam daar eigenlijk heel veel steen voor terug. En toen ben ik eigenlijk wat meer in, ja, een beetje generieke zin gaan kijken naar de openbare ruimte. En viel me dat eigenlijk in de bel maar wel op dat het heel vaak eigenlijk hele brede trottoirs zijn. En heel veel stukken grasland. En nou weet ik wel dat alles natuurlijk een prijskaartje heeft. Dus tuurlijk, dat zal misschien soms ook uit bedrijfseconomische redenen zijn. Maar ik denk juist nu jullie op een heel groot, ja, mooi misschien wel op doorbreekmoment staan om K-Midden anders in te richten, dat daar misschien soms ook wel ruimte moet zijn voor iets wat creatievere ideeën. En dat hoeft nog niet eens enorm duur te zijn. Ik had daar wat voorbeelden. Ik weet niet of mensen de PowerPoint gezien hadden die ik bijgesloten had. Ik weet natuurlijk niet. Anders open ik hem even. Ja. Heb jij een leuk om. Praat ons er altijd doorheen. Share screen. Oh, heb ik dat al staan? Even kijken. Ja, nu. Ik geef aan host disabled participant screen sharing. Nu wel. Nu kan die. Misschien dat het nu. Ja. Dus dan gaan we eens kijken. Hoe kom ik bij mijn bureaublad? Ik moet toch gewoon bureaublad hier ergens kunnen selecteren. Als goed is, zie je een rand om de window die open staat. Oh, wacht even. Ik kan natuurlijk het hele scherm gewoon delen. Ja. Portional screen. Misschien als ik hem nu gewoon even open. Oep. En. Yes. Zie je nou iets? Ja. Zie je hem dan heel klein of zie je hem gewoon op groot formaat? Ik zie nog niks. Hey. Oh, ja. Ja. Yes. Gaat wel. Open, ja, open van het scherm. Bijl. Ja. Yes. Dit is dus zo'n voorbeeld bij de herinrichting van de wat is het, de karspeldreef, denk ik, rondom Sweetie. Dat je daar gewoon ziet dat daar een hele rode stenen strook teruggekomen is. Ik heb daar met Jacob Wedemeyer ook over gesproken van, joh, zou je daar niet wat mooie grote potten neer kunnen zetten met kleine plantjes erin. En die gaf daarna wel van aan van, ja, uw Arnold, dat soort ideeën zijn leuk, maar iemand moet die inderdaad ook water geven. Dus wat dat betreft had hij daar wel een valide punt. Maar ik ben gewoon een beetje wat meer in creatieve zin aan het nadenken van, hoe kan je dat nou wel, zeg maar, wat leuker inrichten. Dat zou bijvoorbeeld ook wel kunnen door daar plaatsen gewoon wat meer bomen. Dus dat is wat mij opviel. Tweede puntje inderdaad. Het tweede slide is gewoon de hele brede trottoirs die we eigenlijk overal hebben. En ook daar dat je eigenlijk heel weinig groen ziet. Tweede slide voor jullie zichtbaar. Ja. Nu moet ik ook wel zeggen, Arnoud, je ziet ook weinig groen omdat je voor mij het gebouw hebt gefotografeerd. Terwijl daarachter zit natuurlijk het groen. Ja. Als je hem breder pakt, dan zie je meer groen volgens mij. Of zie ik dat verkeerd? Nee, ik bedoel dus meer dat er gewoon helemaal geen groen is op de trottoirs. Dus je hebt hier gewoon bijna een trottoir 3 meter breed. Ja. Maar er zijn bijvoorbeeld geen bomen of iets van beplanting op de trottoirs. Terwijl als je toch 3 meter hebt, dan zou je zeggen van, nou, daar moet je ook wel iets. Ja. Maar of de trottoirs minder breed, of
doe daar iets wat meer van gezellige beplanting. Bomen zouden wel goed zijn, ja. 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 Maar zien jullie de hele slide of zien jullie nou slechts een onderdeel van de slide? Ik zie een halve. Ja, dat dacht ik al. Dus ik zie een foto, ja, die houdt op bij net naast de stoeprand. Maar heb je hier ook te maken met uitstallingen? Waardoor daar ook ruimte voor nodig is? Nee, volgens mij niet. Wat zit er? Dat zijn voorzieningen toch? Daar in de print? Dus inderdaad fietsparkeerplekken, dat wel. Ja. Het legere zaal zit daar. Madi zit daar. Nou, dit is bij jullie natuurlijk bij Klieverink om de hoek. Dus iets waar we jullie nou regelmatig de banners hebben hangen. Nou, dat op zich al een wat meer nuttige benutting zeg maar, van de openbare ruimte. Maar je ziet daar inderdaad ook best wel veel, geen geweldig onderhoud van het groen. En ook best wel veel afvaloverlast. Ja. Ja. Dit is jouw entry. Ja, dit is mijn entree aan de wijk. Dus ik kom hier inderdaad veelvuldig langs. Nou, en dan hier, maar ik wil toch even kijken hoe ik de hele slide met jullie kan delen. Ik hoor hier een beetje... We zien hier vissen, we zien hier rechts gebouw en we zien aan de onderkant een fontein. Ja, maar ik wilde eigenlijk de hele slide met jullie delen. Kan je hem niet uitzoomen, Arnoud, op een of andere manier? Zo rechter muiskleur klik of zo? Ja! Ja! Ja. Kijk. Ja. Dit zijn wat voorbeelden van dingen die ik in de zomer tegenkwam. Want ja, met corona mocht je natuurlijk nergens heen, dus dan ben je ook wat meer in eigen land. En ik bedoel, ja, natuurlijk is het altijd, het is makkelijk om te zeggen van het gras is groener bij de buren en daar is het altijd leuker. Maar ik kwam gewoon wat simpele inrichtingen tegen toch van parken die helemaal niet revolutionair zijn. Of dat je zegt van nou, daar is miljoenen in geïnvesteerd. Maar gewoon wat meer gebruik van natuurlijke materialen. En dit is een voorbeeld, zoals ik het goed zie, uit Vlissingen. Waar ze toch bij het gebruik van een soort van zandkorrel, dat je een beetje, ja, een wat meer... beach is het niet, maar toch echt een stadspark krijgt. Ja. Helder, ja. Ja, mooi. En die rechterkant, Brighton Up. Een beetje kunst, hè? Wat is met een beetje kunst bijvoorbeeld. En dat zou bijvoorbeeld ook kunnen door kunstenaars uit Zuidoost daar een ruimte voor te geven in de openbare ruimte. En Brighton heb ik erbij gesloten, omdat ik dat echt een heel leuk voorbeeld vind van een van de initiatieven uit onze eigen buurt. Ja. Nog niet zozeer in Bijlmer-Oost, maar wel in andere delen van Zuidoost. Dus... Er is toch ergens onderdeel van die bruggen? Ja, klopt. Dus ik heb die vraag ook wel uitgezet van, joh, kunnen we dat in meer delen doen? En toen zei de betreffende ambtenaar van, nou joh, als daar vraag naar is, dan kan dat zeker. Maar ik had daar bijvoorbeeld met mijn collega Anne Weekamp van D66, had ik daar een verschil in mening. Want zij... En dat kan. Zij vindt bijvoorbeeld juist de betonnen look van de metro, vindt zij geweldig mooi. Dus het is heel erg... Ja, de een vindt dat heel mooi en de ander zegt van iets meer kleur in de Bijlmer zou leuk zijn. Dus ik denk dat dat vooral belangrijk is om te kijken van, nou, wat vindt de rest van de buurt? En niet zozeer van... Ja. Arnoud, nog even over die vogels, hè, die op die pilaren zijn verrezen. Dat maakt onderdeel uit van een actie om de fietsroutes naar Zuidoost te verbeteren. Ja. Ja, dus de analyse is dat er zitten nog wel een paar matige stukken in als je naar de stad fietst. En om die wat leuker te maken en wat beter aantrekkelijker, is dit daar een onderdeel van. Ja. En Arnoud, misschien goed gezien. Ik vond dat op zich, misschien ook leuk kunnen zijn om in Bijlmer-Oost iets wat meer kleur te geven. En misschien niet in die uitvoering, maar misschien inderdaad lokale... kunstenaars ook uit onze wijk iets te laten maken. Ja, Mike, jij wou het zeggen, sorry. Arnoud, in dat kader hebben we ook een discussie toevallig net gehad. Op het moment dat je plekken maakt waar graffiti kan, en waar het dus met wisselende exposities, dan kun je ook voorkomen dat het komt op plekken waar het niet zou horen. Want graffiti komt er sowieso, maar we denken dat je beter plekken beschikbaar kunt maken waar het kan, omdat je dan ook echt een punt kunt maken van... jongens, maar dan moet je het ook niet doen op al die andere plekken waar het nu terechtkomt. Want het komt er anders sowieso namelijk. Ja, ik zag inderdaad bij de afwerking van de kerk op campinggebied... dat daar ook alweer graffiti inderdaad zat. Dus Mike, daar heb je waarschijnlijk een punt. Als je het ergens anders toestaat... Ja. Zal de lol misschien inderdaad minder groot zijn om het elders te doen. Ja.
Een ander voorbeeld... Hij wil nog wat zeggen, volgens mij. Ja, misschien een dingetje over kunst. Ik meen ergens voorbij te zien hebben gekomen dat we weer een nieuwe regeling van een bepaald percentage rond grondexploitaties hebben om in kunst te investeren. Heb je dat ook gezien, Marjolein? Was dat 0,03% of zo? Nog maar ik meen dat weer, ja, geïntroduceerd gaat worden. Ik heb het nog niet meegekregen, maar dat verbaast me niet. Ja. Ik zag wel groen, toch? Groen. Groen is sowieso goed. En is daar zijn fondsen voor beschikbaar. Ja. Nou, het is natuurlijk ook vaak weer de vraag, wat is kunst, hè? En wat zijn kunstwerken? En dan komt er natuurlijk vaak weer zo'n heel rattenplan achteraan van welke kunstenaar mag dat dan gaan doen en noem maar op. Het zou ongetwijfeld zo zijn dat we daar een budgetje voor moeten opnemen straks. Ja, helder. Maar even die vogels op die kolommen, dat is dan wat Harry zei, in het kader van een veilige fietsroute. En dan kan je dan weer een mobiliteitsfonds voor aanspreken. Hè? Dat hoorde ik eigenlijk zeggen. Ja. En zo moet je het een beetje aan gaan kleden. Dat klopt, hè? Dat is gewoon door de parkeergelden wordt dat gefinancierd. Helder. Wij hebben vast ook wel een belangrijke loop- of fietsroute die we willen veiliger willen maken. Absoluut, ja. Arnoud, de volgende. Ja, het is een voorbeeldje uit Zierikzee. Dat is nog meer een... Nou, ik vind het echt een heel simpel voorbeeld van een stadspark. Want eigenlijk zie je hier ook best wel veel graselementen terug. Maar door gewoon wat meer speelsere toepassing van de bestrating... dat je toch al een heel andere sfeer krijgt. Ja. Dus ik probeer vooral dus inderdaad klein te denken hoe je... En ik denk dat misschien de mensen van Stedelijk hier zelf ook wel ideeën bij hebben. Maar ja, ik zou dus graag nu een keer de kans zien om het hier iets wat anders te doen... als rechtlijnig en recht toe, recht aan... En tegelijk hebben we natuurlijk nu de mogelijkheid om het gebied van Kempering moet opnieuw ingericht worden. Er zijn natuurlijk 6 kavels volgens mij waar jullie mee bezig zijn. Maar ook natuurlijk ja, het gebied daarnaast is dat volgens mij Krombeek, of hoe heet dat, Mike? Je Krombeek Dreef bedoel je? Nee, het gebied naast Kempering, waar ook dus tijdelijk de grondopslag was. Dat heet... Kralenbeek, Veld Kralenbeek. Kralenbeek, ja. Dus dat zou daar ook een optie kunnen zijn... Maar zelfs als het daar niet in zou passen, we hebben bijvoorbeeld een hele grote groenstrook ook achter de derde Kekerstraat. Want ik denk van, ja, het is eigenlijk alleen maar gras. Tegelijkertijd mogen mensen hun hond daar niet uitlaten. Dus ja, wat is eigenlijk de functie daarvan? Ik bedoel, als je het niet benut dat mensen daar een wandelingetje kunnen maken. Ik bedoel, ja, je loopt in Zuidoost altijd over het trottoir van 1,5-2 meter breed. Of zelfs in sommige stukken karspeldreep 3 meter breed. Maar het nodigt niet echt uit tot een wandelingetje. Helder. Ja, goed punt. En als laatste punt, maar dat zit meer richting... nou ja, 2 laatste punten trouwens. Dit zit meer dat ik een beetje aan het denken ben... voor mogelijkheden ten aanzien van de invulling van het tunneldak. Want ook daar komt natuurlijk een park op... en heeft Jacob Wedemeyer aangegeven dat daar ruimte is voor inspraak. Dan moet ik wel zeggen dat er volgens mij nog maar 8 velden open liggen. Dus de invloed die we daarin hebben gaat beperkt zijn... Maar ja, voor sommigen is dat voor jullie misschien niet bekend, maar ik heb ooit in Utrecht gewoond. En het grappige was, toen ik in Utrecht woonde, had ik echt een verschrikkelijk... Ik had helemaal niks met die stad. En mijn partner woont in Utrecht, dus ik ben daar tegenwoordig weer een stuk vaker. Maar ik moet zeggen dat ze daar echt een aantal voorbeelden hebben van een aantal leuke parken... die wat dat betreft echt best wel sfeer hebben en levendig hebben, levendigheid uitstralen. Zoals Park de Gagel, dat echt midden in Overvecht ligt. Dus dat ligt echt tussen de hoge flats in. Waar je toch ziet dat ze een hele leuke kinderboerderij hebben weten te realiseren. Waarbij dus jonge kinderen in contact komen met beesten. En ook met het belang van de natuurwaarden. En ja, dat is toch iets wat ik misschien ook wel leuk zou vinden voor in Zuidoost. Juist ook omdat het een educatieve functie heeft. Yes. En zeg maar, Arnoud, reagerend. We hebben natuurlijk in de G-buurt, in de binnen... Ja. Hebben we natuurlijk die soort dierentuintje, hè. Dat heeft wel eens, dat kan wel een verbetering krijgen. Dat verdient wel een verbetering. Ja, maar zoiets bijvoorbeeld, zit je daar aan te denken? Dat, ik vind daar met name, ik vind dat een heel leuke locatie, maar de ontsluiting daarvan, dat ligt zo weggestopt. Dat lijkt me een soort van, ja, ik vind het een beetje een verborgen diamant. Ik denk als je van, natuurlijk als je in de wijk woont, dan weet je het wel te vinden. Maar toch, ja, ik weet niet, ik zou het anders moeten vragen. Je woont daar echt om de hoek.
of er ja, heel veel mensen daar komen. Ik heb daar eigenlijk niet zo'n zicht op. Ja, ja, oké, okay, helder. Ja, de ontsluiting zou sowieso al beter kunnen wat dat betreft. Ja, ga verder. En als laatste punt wat ik met jullie wilde delen is toch wel, als we gaan kijken naar de openbare ruimte, of we inderdaad ook meer horecafuncties kunnen inpassen. Want als je gaat kijken, dat we toevallig van de week een journalist van de, die schrijft voor het Trouw, en die was enorm aan het mopperen over dat er in Amsterdam-West over op iedere hoek wel horeca is. En ja, hoe schraal het contrast is soms met Zuidoost. Want wat dat betreft hebben wij hier een vrij beperkt aanbod. En eigenlijk ook nog een vrij eenzijdig aanbod. Dan gaat het ook nog weg. En dan gaat World of Food ook nog weg. Ja, kan je nagaan. Dus het wordt nog minder. En er is natuurlijk ook sprake dat Langerlust een horecafunctie verliest. Dus dan wordt het ook nog een stuk minder. En als je gaat kijken naar hoe de verdeling van de horeca is, daarom heb ik deze voorbeelden opgenomen. Ja, de golfbaan is een geweldig leuke horeca, maar ja, het ligt echt op de rand. Ik bedoel, het is bijna meer op koude als dat het Zuidoosten is. En de Traveler is geweldig mooi, maar ligt echt in het zakendistrict. Dus het ligt bij de grote banken natuurlijk. Dus hebben we wat dat betreft toch ook wel in een andere sfeer. En Meram is natuurlijk leuk, maar is wat dat betreft ook, ja, of je houdt van Turks eten of je houdt er niet van. Wat dat betreft is er gewoon heel weinig variatie in onze wijken. En er is eigenlijk niet eens een plek waar je ergens een kopje thee kan doen en een stukje taart kan eten, bij wijze van spreken. En is het vooral heel veel afhaal en weinig kwalitatieve horeca. En ja, dat zou juist ook heel veel kansen kunnen bieden aan ondernemers uit onze buurten. Dus op zich ben ik wel blij dat jullie een pilot gaan starten met de containers. En ik hoop dat daar op den duur dat mensen een tijdelijke of een vaste invulling daarin kunnen krijgen. Ja. Heel goed. Heel goed van jou, Reinhard. Applaus. Dus dit was eigenlijk hetgeen wat ik, wat ik al een tijdje eigenlijk op mijn, radar had staan. En dat ik nou de mail van Mike voorbij zou komen. Dat ik denk van, nou, laat ik dit nou eens even bij jullie pluggen. Dan komt het juist misschien op de juiste plekken terecht. Absoluut, ja. Ik snap dat zoveel meningen, zoveel ideeën. Dus ik verwacht ook niet dat alles, het was meer om een stukje inspiratie met jullie te delen. Mag ik even vragen hoe... Arnoud, hoe denk je dat het beeld is bij andere fracties in de stadsdeelcommissie? Hebben die er hele andere ideeën over? Of is daar wel een meerderheid voor dit soort... Meer groen gaat sowieso denk ik wel meer meerderheid voor zijn. Ik weet zeker dat GroenLinks zal niet tegen meer groen zijn. En het verbaast me alleen zo dat nog niet meer mensen... hierover opgestaan zijn. Maar ja, tegelijkertijd, kijk, ik ben wat dat betreft een beetje, ik noem mezelf dan nog wel een redelijke nieuwkomer. Ik bedoel, ik woon 10 jaar nu in de Bijlmer. Terwijl er zijn ook mensen die zijn hier opgegroeid en het is misschien nooit anders geweest. Dus dan denk ik ook, misschien dat dit wel de identiteit is van de Bijlmer en dat mensen daar zich vrede mee hebben. Maar ja, ik denk dat het een en ander niet uitsluit. Dus dat we vooral de eigenheid van de Bijlmer moeten bewaken, maar dat er wel ruimte moet kunnen zijn voor meer groen en misschien wat minder steen of zelfs een wat creatievere toepassing. Ik weet op een aantal thema's, dus wat ik zeg, meer groen, daar is zeker wel meerderheid voor. Meer horeca, weet ik dat D66 daar positief tegenover staat. Dat GroenLinks zegt wat meer pop-up gehalte, maar dat eigenlijk meer betrekking tot de parken. Omdat zij bang zijn dat horeca automatisch ook nadelige effecten kan hebben op de natuur. Ik heb daar wel in de commissie toevallig laatst over gesproken, want er zijn natuurlijk ook wel goede voorbeelden van. Zoals in het Diemerbos heb je House of Birds zitten, wat echt een duurzame ondernemer is. Ja. Heel mooi, ja. Dus soms hoeft ook het een en ander helemaal niet te bijten. En andere dingetjes, ja, meer groen onderhoud, daar zal ook niemand tegen. Ik denk niet dat ik hier dingen zie... het grappige is dat ik laatst wel een rondje met Anne en Sander op de fiets ben gaan doen. En toen liep ik dus heel erg te futteren over die inrichting bij Sweetie. En ja, zij zagen dat niet zo als een heel heikel punt. Ja, het is misschien ook niet in alle topics van corona momenteel en al dat soort zaken. Maar het fascineerde mij dat ik denk van, oh, je hebt de kans om het anders in te richten. En vervolgens, het is gewoon eigenlijk identiek zoals het daarvoor was. Alleen met het verschil dat er nou iets beter een fietspad ligt. Maar ja, ik had dus inderdaad gehoopt dat er wat meer groen zou komen. Arnoud, misschien ook een beetje reagerend op een paar dingen. We hebben natuurlijk in Amsterdam op een gegeven moment die Puccini-methode toegepast. Hè? Ja, dat heb je vast meegekregen als politicus. Natuurlijk ingestoken om aan de ene kant te bezuinigen, aan de andere kant
om een wat eenduidigere uitstraling te krijgen van de openbare ruimte in Amsterdam. Hè? Ja. En in dit project hebben we volgens mij het plein Kraaienest, hè, hoe het heet, dat is volgens mij een special. Hè? Dat is een beetje de geboorte van Hart voor de K-buurt en het hele proces, zeg maar, wat daar, waar we nu in zitten. En daar ligt natuurlijk achter dat die speeltuin en de opening naar het Bijlmer Museum, hè, met de atletiekbaan daarachter. En ik denk dat dat ook een plek is waar een aantal van jouw ideeën, wensen misschien wel zouden kunnen landen. Hè? Dus dat je daar wat meer speelsigheid hebt, of misschien wat meer ontwerpruimte hebt om wat leuke dingen te doen. Ja, bijvoorbeeld meer in de lijn van dingen die jij liet zien. Ja, dus andere bestrating. Of open verharding. Hè? Dus die dat soort dingen. Want onze beheermensen zijn er altijd heel erg op tegen. Hè? Dat weet je ook. Want alles wat open is, daar gaat iets groeien. En dat kost meer om te onderhouden, even simpel gezegd. Ja, dus daar moet je, dat kun je toepassen op plekken waar je een soort van specials creëert eigenlijk. En ik denk, als ik nadenk over waar gaan we naartoe met dit project. Mike, als ik iets geks zeg, moet je het zeggen hoor. Maar dat plein wordt toch wel een heel belangrijk iets in de buurt. Ook een soort van symbool voor het hele proces waar we in zitten. En dan moet een knap plein komen. Ja. En dat zou wel eens kunnen. Harry, wat misschien leuk is om daar nog verder in te gaan, is bijvoorbeeld toch dingen in eigen beheer. Want ik snap dat natuurlijk beheerskosten een hot topic. Maar ik heb al van Mike begrepen dat ze bijvoorbeeld inderdaad een pilot wilden gaan doen, misschien met moestuinen op het gebied van Kempering. Op het moment dat je daar echt een aantal enthousiaste bewoners aan weet, dat ze dat adopteren, ja, die kan je ook wel verantwoordelijk maken voor een stukje onderhoud natuurlijk. Als je ziet de tuintjes in Nellestein, die worden echt gepassioneerd onderhouden door de mensen zelf. En er komt eigenlijk bijna onderhoud van de gemeente aan te pas. Zeker, zeker. Dat is natuurlijk perfect vanuit de gemeente gezien. Ja. Hebben zij minder onderhoudskosten en de mensen worden gelukkiger. Nou, wat wil je nou nog meer?